bij de economen is natuurlijk het grote probleem, hoe ver kan je gaan met wat je weet? Want we weten heel veel dingen niet. En een van de problemen daarbij is van, nou ja, als we het nou niet weten, dan zijn we geneigd om te zeggen, zet het dan maar op nul. Maar dat is natuurlijk niet altijd de oplossing, dat is niet altijd de situatie waar je het over hebt. Het kan best effectief zijn, er kan best iets goed werken, maar als we het niet weten, dan is die neiging om dingen op nul te zetten, is een hele vervelende richting de beleidsmaker. En dat kan je als econoom ook voorstellen. Tegelijkertijd is het moeilijk om uitspraken te doen over dingen waar je niks van weet. Dus dan zetten we er een PM neer of iets dergelijks. Maar daar hebben mensen natuurlijk niet heel veel aan. Het gaat ook wel eens van oud. Als je natuurlijk echt serieus gaat evalueren en erachter komt van nou, we hebben nu eens goed naar dit beleidsvoorstel gekeken, maar het spijt me, het gaat het niet worden als je er maatschappelijk naar kijkt. Want de baten zijn toch niet voldoende om de kosten te dekken. Of we kijken eens goed naar de effectiviteit van dit instrument. We hebben er een experiment voor gedaan. In het ene geval werkt het wel. We hebben dat met innovatievouchers wel eens gedaan. Die bleken behoorlijk effectief. Maar in het andere geval blijkt het opeens, ja, het spijt me, maar dit zakt een beetje door het ijs. En dat is wel moeilijk als je als beleidsmaker daar natuurlijk heel veel energie in gestoken hebt. Wat je wel wil, is dat alle argumenten op tafel liggen. Dus als die econoom nou goed nagedacht heeft en gezegd heeft, nou kijk, dit en dit en dit speelt hier allemaal. Dit zijn argumenten voor, dit zijn argumenten contra. Als ik vanuit een heel breed welvaartsperspectief, dus niet vanuit alleen maar rekenen en simpele dingen, nee, alles in gedachten meegenomen, zeg van nou ja, ik zou het niet doen. Of als ik heb echt hele goede experimenten gedaan, wetenschappelijk goed onderbouwd. Jongens, het werkt niet echt. Dan vind ik niet dat er ergens in het proces van die econoom naar de politicus iets moet zijn dat ervoor zorgt dat dat argument ergens van tafel verdwijnt. En dat vind ik eigenlijk een rol van ook het CPB als je daarover nadenkt. En dat is de rol zoals ik me de afgelopen tijd ook altijd ingevuld heb. Het is goed dat er argumenten op tafel liggen. En dan is het uiteindelijk aan de politiek om dat te doen. En dat geeft natuurlijk wel eens discussie. Maar dat is ook een volwassen manier van met elkaar omgaan, denk ik. Dus je ziet vanuit volwassenheid dat we daar ook steeds beter mee om kunnen gaan. Maar dat het soms ook wel eens lastig wordt. En dan kom je tegen dingen aan, ja, die niet altijd. Dan wordt het wel eens een beetje, hoe zal ik het zeggen? Gaat het van oude of van twee kanten? En dan wordt het een beetje conflict. Maar daar is ook niet zoveel mis mee. En het grappige wat ik eigenlijk zie is dat in toenemende mate beleidsmakers daar beter mee om weten te gaan. Ik bedoel, je ziet bij economische zaken hebben ze bijvoorbeeld onlangs een heel uitgebreid onderzoek gedaan om de effectiviteit van innovatiebeleid, hoe je dat nou zou kunnen meten, beter meten. Nou, dat vind ik een schoolvoorbeeld waarvan je zegt, nou kijk, hier hebben we een heleboel elementen, hier hebben we een heleboel handvatten gecreëerd met een wetenschappelijke commissie erachter om zo goed mogelijk beleid te kunnen gaan evalueren. En tegelijkertijd zie je ook die rol van die econoom daar ook een beetje in veranderen. De rol van het CPB verandert daar ook in. We zijn steeds minder degene die een oordeel vellen, denk ik. En die zeggen van, nou kijk, dit is nou... Beleidsmaker, vertelt u maar wat u wil. Deze voorstellen. Vervolgens gaan wij analyseren wat dat dan betekent. En dan zeggen we, het spijt me, het zak door het ijs of niet. Wat je natuurlijk ook kan doen, is dat analysemechanismen steeds meer gebruiken om van tevoren eens even te kijken, ja, dit was u van plan, maar kunnen we daar misschien niet wat beters voor bedenken? Of kunnen we dat niet wat veranderen, omdat het er dan beter uitkomt? En een van de grote voorbeelden is de afsluitdijk. Er is hard gerekend aan verbeterplannen voor de afsluitdijk. Daar lagen een heleboel plannen voor. Nou, uiteindelijk is het kostenbatenanalysemiddel is gebruikt om al die plannen tegen het licht te houden, maar vervolgens is er een nieuw plan bedacht die het beste van al die andere plannen combineert. En door de bril van die kostenbatenanalyse was dat een heel mooi instrument om dat verder goed op een rijtje te krijgen. En daar kwam dus uit dat er uiteindelijk ook nog wel flink wat geld bespaard is door daar een beter alternatief te bedenken. En ik denk dat de volwassenheid van de beleidsmaker komt doordat ze enerzijds die economische analyse steeds meer accepteren. Soms een beetje slikken, maar daar op een goede manier mee omgaan. En de volwassenheid van de econoom komt dat hij niet alleen maar zegt van, wij zijn degene die het oordeel vellen, wij zijn degene die vertellen van, zo moet het en het spijt me als u het niet weet, dan heeft u pech gehad. Maar die ook mee gaat denken om te proberen zo goed mogelijk te optimaliseren wat het doel is, wat er aan de andere kant zit. En zo kom je, dat is de lijn die je ziet ontstaan en die eigenlijk volgens mij een heel groot voordeel biedt om beleidsvoorbereiding en beleidsanalyse in Nederland nog volwassener te maken dan het al is.